garagebedrijf hier in de Hammerweg in Fronshof. Bij aankomst bleek hij ook inderdaad uitslaan te zijn. De brand heeft zich in hetzelfde gebouw uitgebreid tot een oppervlakte van ongeveer 20 bij 30 meter. De rest van het gebouw is ook aardig beschadigd door rook- en brandschade. Maar we hebben gelukkig overslag naar andere gebouwen weten te voorkomen. We hebben metingen verricht in de rook en het bleek dat de rook niet gevaarlijk was. Echter, er zitten wel veel roetdeeltjes in de rook. En de mensen mogen die roetdeeltjes gewoon bij elkaar vegen en in de grijze container gooien. Zeker in het begin van een brand komt er een grote zwarte rookkolom vrij. Op dat moment weten wij nog niet of er gevaarlijke stoffen of asbest of dergelijke in zit. En voor de zekerheid hebben we heel snel een NL-alert eruit gedaan om de mensen in de omgeving te waarschuwen dat ze ramen en deuren gesloten moeten houden.